Xavier, altijd interessant. Nieuwe start van het seizoen. Dat geeft altijd extra energie, niet? Ja, absoluut. We zijn wel blij dat we hier staan op deze prachtige locatie. Prachtige auto, dus we zijn er wel klaar voor. Wat zijn de nieuwe features van deze auto? Is er veel vernieuwing in ten opzichte van vorig jaar? Ja, absoluut. Het is een hele nieuwe auto. Het is echt het nieuwe model van de R8 die ze ook in de raceauto daar hebben gebruikt. En je ziet wel, ik heb in 2011 ook met de R8 gereden, Belgisch kampioenschap. En er is weer veel veranderd en veel verbeterd bij Audi. Wat zijn de hoogtepunten in het kort dit jaar? De GT Masters 7 weekenden. Daar hebben we één weekend in Zandvoort, wat toch wel een beetje de thuiswedstrijd is, 21 augustus. Dus dat is absoluut een hoogtepunt. En ik denk daarnaast ook wel de 24 uur Nürburgring gaat ook absoluut een hoogtepunt zijn. Dat is eentje die nog echt op het lijstje stond, dus echt gaaf om te doen. En daarnaast ben je ook iets nieuws opgestart dit jaar, een businessclub. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Ja, we hebben inderdaad het concept rondom de sponsoring helemaal weer een fris windje door laten waaien. En we hebben aan de onderkant echt een businessclub neergezet, waar het niet zozeer om autosportsponsoring gaat, maar echt om 6 evenementen in de EU-regio, waarin we mooie netwerkevenementen hebben, zoals ook vanavond. Maar ook een aantal kennissessies. Waar we inderdaad de ondernemer even ook weer prikkelen en die vonk geven, sparks, om ook verder te groeien. En dat is gaaf, daar zitten we nu op 29 leden en we groeien naar de 40, dat is de ambitie. Dus inschrijven kan nog? Inschrijven kan altijd, absoluut.